De governor van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën en Planning hebben in een recente vergadering van de Commissie voor Financiële Stabiliteit de roadmap voor het robuust maken van de bancaire sector in Suriname besproken. De roadmap voorziet in een robuuste bankensector, gemeten naar internationale maatstaven, niet slechts op het gebied van financiële soliditeit, maar tevens op het gebied van governance. De roadmap voor de bankensector is opgedeeld in fasen en loopt tot eind 2026, waardoor deze verder reikt dan het IMF-programma. Het ministerie van LVV heeft in samenwerking met de World University of Canada een driedaagse goede agrarische praktijken training verzorgd aan landbouwers. De training begon op 1 augustus en is gisteren afgesloten met een certificaatuitreiking. Het ministerie en de Canadese universiteit beogen hiermee de kennis en bewustwording van landbouwers te vergroten, zodat ze gericht gewassen kunnen verbouwen die voldoen aan de voedselveiligheidsstandaarden, om desgewenst de toegang te verkrijgen tot de exportmarkten. Deze groep participanten is de eerste die binnen het 5-jarig project, de Sustainable Agriculture in the Caribbean Project, is gefaciliteerd. Het doel van dit project is om de economische welvaart van vrouwen en jongeren te vergroten in de duurzame landbouwmarkten in het Caribisch gebied.